Dames en heren, zoals jullie weten, zijn er heel veel stomme dingen. Stomme dingen waar we vanaf moeten. Dus het is tijd voor... Nou is het afgelopen. En vandaag is het afgelopen met coaching. Ga weg, joh, met je gecoach. Want er zijn in Nederland veel te veel coaches. We hebben cijfers opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. En dan zie je een spectaculaire stijging. In 2013 waren er ongeveer 44.000 coaches. Maar in de afgelopen jaren is dat verdubbeld naar ruim 96.000. Bijna 100.000 coaches. En dat vind ik nogal veel... Zeker omdat ik vorige week dit las. Arbeidsmarkt is krapper dan ooit. We hebben een tekort aan alles. Hier, nieuws van gisteren. Er is een tekort bij de politie. Bij de kinderopvang. In het openbaar vervoer. In de horeca. In de zorg. Op mijn persoonlijke ranch. Ik heb een ranch, inderdaad. Althans, ik wil een ranch. Het is nu nog gewoon een weiland. Maar daar zoek ik dus mensen voor. En die kan ik niet vinden. Wat ik wel kan vinden, dat zijn coaches. En dan bedoel ik niet voetbalcoaches, hè? Nee, ik heb het over dit soort coaches. De meeste mensen die zitten vast in hun gedachtes. Die denken dat datgene wat ze denken, dat ze dat ook zijn. Maar jij kan op ieder moment iets anders denken dan dat je op dit moment doet. Het gaat over openstaan voor het onbekende, maar ook een diep vertrouwen in dat alles wat voor jou bedoeld is, ook naar je toe komt. Ik vertel je waar de schatten kunnen liggen. De schat waarnaar jij op zoek bent. Ik kan je een schep geven. En ik kan een kruis op die kaart zetten en zeggen van hier ligt jouw schat. Dit is de schep. Maar je moet wel zelf graven. Ja, maar als jij weet waar alles ligt en je hebt ook al een schep, kun je het dan niet ook meteen even opgraven? Dat... Werkt dat niet zo? Nou, dit soort dingen heb je en er zijn ook steeds meer BN'ers die coach worden. Als je meer moet krijgen in het leven, zul je meer moeten worden. En als je meer wordt, ben je meer waard. En als je meer waard bent, krijg je meer. Simpel, toch? Super simpel. En als je nog meer wil, kom je uiteindelijk bij Boos in de uitzending. En er zijn ook heus goede coaches. Tuurlijk, ze zijn echt niet allemaal vrouwonvriendelijke geldwolven, maar sommigen wel. Lieve mensen, ik ga iets leuks doen, iets nieuws. Een speciaal platform voor een beperkt aantal leden. Hierop ga ik vertellen hoe ik gekomen ben, waar ik nu sta. Hoe je hits maakt, hoe je succesvol wordt, zakelijk, maar ook privé. Ja. Ja, die hits die hij privé maakt, die hebben we allemaal kunnen zien inderdaad. Onvergetelijk. En er zijn niet alleen heel veel coaches, er zijn ook heel veel soorten coaches. Ik heb even gekeken op coachfinder.nl. Dat bestaat namelijk. Zover is het al gekomen. En daar staan bijvoorbeeld leefstijlcoaches op, of life coaches. Die coachen dus niet alleen de stijl van je life, maar gewoon je hele life. Maar je hebt ook burn-out coaches, relatiecoaches, wandelcoaches. Kuieren Bert, je kan het! Langzamer! Je gaat veel te hard, gek! En paardencoaches, dat zijn dus geen mensen die paarden coachen, maar paarden die mensen coachen. Het eerste wat je ziet gebeuren is als je in contact bent met een paard, is, dat roept een bepaald hormoon bij je op. Als een paard, dat oordeelt niet, maar het geeft wel heel duidelijk terug wat er gebeurt. Een paard oordeelt niet? Dat weet je niet. Misschien staan ze s'avonds wel tegen elkaar te smiezen van, ik had die ene weer op mijn rug. Oh. Oh ja, die sneuwe met die sneuwe zak, met die nep burn-out zeker. Ja, ja precies. Oh. Maar zelfs dieren zijn nu dus al coach. Honden coachen tegenwoordig ook al. Vandaag beantwoord ik de vraag of je ook een spiegelsessie kunt doen met je eigen hond. Ja, kun je een spiegelsessie doen met je eigen hond? Ja, lijkt me wel. Nee? Misschien ook niet, hè? Ik weet niet, ik vind het lastiger. Het mag wel, denk ik, maar... Of het kan, ja, je zit er natuurlijk mee dat het je eigen hond is, toch? Wat denken jullie, kan het een spiegelsessie met je eigen hond? Kan dat? Ja? Ja, we gaan even kijken. Ja, dat kan zeker. Het is ook ontzettend leuk om te doen. Ja, nee, dacht ik ook al wel, hoor. Ja. Waarom niet eigenlijk, toch? Domme vraag, achteraf. Maar de coaches, die vliegen je dus om de oren. Maar de leefstijlcoaches, die fokken echt als konijnen op dit moment. In januari 2013 waren er 478 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als leefstijlcoach. Nu zijn dat er 5071. Dat is een stijging van 960%. Wow. En we hebben dit even uitgerekend. Als deze stijging doorzet, dan is over 26 jaar iedereen in Nederland leeftijdcoach.
Dat wordt een heel raar land. Je zou eens aan stilte-meditatie moeten doen. Nee, jij zou eens aan stilte-meditatie moeten doen. Nee, jullie zouden eens aan stilte-meditatie moeten doen. En er zijn ook goede coaches die mensen echt verder helpen, maar het zijn er gewoon veel te veel. En hoe komt dat? Nou, onder andere doordat iedereen zich coach mag noemen. Daar klagen de coaches zelf ook over. Ik merk nu dat er heel veel opleidingen zijn, waardoor heel veel mensen ook life coach worden. En als je eenmaal een cursus of een opleiding gedaan hebt, iedereen mag zich life coach noemen. Als zelfs life coaches klagen dat er te veel life coaches zijn, dan zijn er te veel life coaches. En dan heeft deze coach het nog over mensen met een opleiding. Maar je hebt dus ook life coaches die zich al coach noemen voordat ze hun opleiding hebben afgemaakt. Nou, via kwam ik met life coaching in aanraking. En die opleiding ben ik gaan doen. En eigenlijk halverwege de opleiding ben ik mijn eigen praktijk al gestart. Precies. Dat soort figuren. Halverwege de opleiding. Van halverwege de opleiding al aan het werk. En wat zijn dat dan voor opleidingen? Laten we eens even eentje bekijken. Coachopleiding Foundation. Beste basiscoachopleiding van Nederland. Gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Nou, dat klinkt als een stevige basis. Hoe lang duurt die opleiding? Even kijken. 3 dagen. Dus als je halverwege de opleiding voor jezelf begint, dan moet je op dag 2 voor de lunch al naar de Kamer van Koophandel. En het kan nog makkelijker. Hier, een certificaat als life coach afgeprijsd van 90 naar 15 euro. Natuurlijk kan ik jouw leven op de rails krijgen. Ik heb net 15 euro betaald op het internet. Oké, dus dat coach worden, dat is ook best wel een markt. En wie springen daar natuurlijk bovenop? De coaches. Hoe start je een succesvolle coaching business? Als je als coach in de slag wilt gaan, vraag je je misschien af, hoe weet ik nou of ik een goede coach ben? Life coach is het beroep van de toekomst en ik vertel je waarom. Ja, die coaches zijn dus meer coaches aan het maken. En dan krijg je dit soort situaties. Daarnaast zijn er ook 10 praktijkdagen waarin de deelnemers elkaar coachen. Daarmee dus zelf als coach al een heel coachtraject doorlopen. Maar ook zelf als coachie een heel coachtraject ervaren. Ja, dan ben je als coach mooi in de coach gecoacht. Elke coach leidt weer andere coaches op. We hebben vakmensen nodig, leraren, elektriciëns. En het enige waar we te veel van hebben, dat zijn coaches. En dat worden er steeds meer. Dat is 8. Is dat die hond met die spiegelsessie? En nu denk je, oké, hiervoor hebben we nu een overheid. Die kan de boel bijsturen, mensen aanmoedigen om een vak te leren. En dat doen ze ook. Want sinds deze maand kun je gebruik maken van het zogenoemde stapbudget. Dat is een gloednieuwe subsidie die iedere Nederlander kan aanvragen om per jaar 1 cursus te doen voor maximaal 1000 euro. Dan kan je bijvoorbeeld een cursus heftruckchauffeur van doen, ter waarde van 272 euro. Dat is handig. Of deze cursus, veilig heftrucks besturen. Dus iets duurder. Goed, dat zal dan de prijs van een helm zijn of zo. Maar wat de overheid ook betaalt met dat stapbudget, is dit soort shit. Vitaliteitscoach, neurolinguistisch programmeercoach, een mindfulness- en balans-stresscoach. En coaches, zijn ook niet van gisteren, die spelen hier meteen op in. Die coachingschool van net, van die 3-daagse cursus, die zeggen op hun site, lees alles over het stapbudget, meld je direct aan. Dus de overheid helpt dus om nog meer coaches te creëren. En die gaan dan ook weer coaches opleiden om coaches op te leiden die coaches opleiden. En zo gaat dat maar door. Het is... Fuck. Jongens, die wildgroei aan coaches moet nu stoppen. En daarom zeg ik... Mensen, de winter is voorbij. Als je een strak algoritme wil hebben in de zomer, kijk dan nu verder op NPO Start.